Als jullie vragen dus hebben voor mij, mag ik die hieronder in de comment zetten. Want ik heb binnenkort een Q&A doen met al jullie vragen. Dus heb jullie vragen voor mij, laat het dan zeker eventjes weten. Dat mogen pikante vragen zijn. Dat mogen vragen zijn over mij, over mijn zoons. Dat mag ook over... eigenlijk over alles. Over kussen, over alles. Dus alles wat jullie willen weten, mogen jullie altijd vragen. En dan zullen wij daar, dan ga ik daar zeker op antwoorden. Kunnen we ook vragen stellen voor mijn zoon? Dan kunnen we samen de Q&A doen. Dus stel maar gewoon alle vraagjes. En dan zien we binnenkort al jullie. Dan zien we binnenkort al jullie antwoorden. En dan kunnen we daar samen op antwoorden. Laat me even weten in de comments wat jullie willen weten. Want ja, ik ben natuurlijk wel meer en meer populair op TikTok. En ik dacht van laten we nu ook eens proberen op YouTube. Voor een paar vraagjes. Dus laat gewoon maar komen. Maar als ik ooit de 1K krijg, dan ga ik ook iets live gaan op TikTok. Om daar de mensen hun vragen te beantwoorden. Maar eerst ga ik het voor jullie doen. Dus jullie hebben eigenlijk de primeur, zullen we maar zeggen eigenlijk. Jullie hadden waarschijnlijk mijn zoon verwacht. Maar mijn zoon is namelijk nog niet thuis. Die is gaan wandelen. En daarmee dacht ik, laten wij eens profiteren van zijn camera. En zelf eens een video opnemen. Dus laat zeker allemaal jullie vraagjes achter in de comments. En dan zal ik die zeker en vast beantwoorden. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. En vergeet niet te abonneren.